bij het Clusius College in Schagen. En vandaag gaan we bij de opening kijken van het Technolab. Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om een Technolab hier te bouwen? Je kijkt eens om je heen en je verwondert eens over waar kinderen zoveel mee leren. En als je dat gaat zien, dan is dat vooral met bijvoorbeeld met internet en met computerspelletjes. En je gaat kijken of je dat toe kan passen in je lesmaterialen en in je lessen. En ja, dan komt van de een komt het ander. Leerlingen leren heel veel van computerspelletjes, terwijl wij beseffen dat niet eens altijd als volwassenen. En dat is wel heel grappig. En aan de hand daarvan gaan we verder kijken van wat kunnen we ermee doen en wat hebben ze later misschien allemaal nodig. En waarom is het eigenlijk nou zo belangrijk voor de toekomst dat er hier zo'n lab is? Nou, voor de toekomst is het vooral belangrijk omdat 60% van de banen, dat worden allemaal nieuwe banen. Die zijn nu nog niet eens bekend. Om een voorbeeldje te geven, straks krijg je gegarandeerd banen als dronepiloot. Dat je een drone bestuurt als werk. Of dat je vanuit je werk met een virtual reality bril op dingen kunt repareren. Daarom is het belangrijk voor in de toekomst dat ze hiermee in aanraking kunnen komen. En krijgen de leerlingen dan wekelijks een vak hier in de Technolab? Of hoe werkt dat? Eén keer in twee weken krijgen leerlingen hier les. En dan is het 2 uur les. En om de 5 weken doen ze een ander onderwerp. Dus 5 weken lang virtual reality, 5 weken lang drones, 5 weken lang 3D printen en 5 weken lang programmeren. Maar goed, daar zitten nog weer allerlei grappen in de lessen achter. Met, dat ze toch even goed zelf wel bijvoorbeeld met 3D tekenen dingen moeten tekenen. Voordat je echt op de computer kan gaan tekenen en uit kan printen. En hebben de leerlingen hier al op school kennis gemaakt met het lab? Ja. De eerste klassen hebben al een aantal lessen gehad. En de eerste en tweede klasse. De derde niet, helaas. Ze willen ontzettend graag, want die hebben vorig jaar wel het een en ander mogen proberen. Maar de eerste en tweede klasse gaan hier volop al mee aan het werk. En wat vindt u nou persoonlijk het leukste snufje in het Technolab? Ja, mijn absolute voorkeur heb de virtual reality bril. Daar zijn de mogelijkheden zo van onbeperkt. En je zit op dat moment compleet in een andere wereld. En je ziet nu ook dat die techniek komt al meer ook in de medische wereld tevoorschijn. Maar ook programmeren is geweldig. Dat is ook onbeperkt. Dat houdt ook nooit op. En dat doen we eigenlijk allemaal mee. Nee.